De bedoeling van kunstvereniging is zoveel mogelijk punten behalen aan de hand van 30 oefeningen dat we moeten doen op onze fiets. Op ons plein hebben we dan 2 cirkels. Probeert je daarin te blijven, tussen de 2 cirkels. Wat je ook kunt doen is aan een 8 rijden. Dat is dan iets meer punten waard bijvoorbeeld. Als je je voet op de grond zet, wat dan niet de bedoeling is, kun je een stoets krijgen. En een stoets betekent een val. En dat zet direct 2 punten op je programma. Er is een verschil tussen 1 voet op de grond zetten of 2 voeten op de grond zetten. 1 voet is een stripe. En dat betekent gewoon een streep. Maar dan, dat is 1 puntje dan. En dan 2 voeten op de grond is een stoets. En dan, nou, spreek voor zelf 2 punten eraf. Gent en dan in Mercentrum is het allemaal begonnen met ik als een klein jongetje van denk 10 jaar in actie geschoten en op mijn fiets gekropen en zo. En ja, dat is een van de kleedkamers dat ik me voor het eerst omgekleed heb. Dat is wel op een of andere manier een emotioneel gevoel, want je weet, hier is mijn verhaal gestart. Zoals ik al gezegd heb, ik ben op mijn 10 jaar op mijn fiets gesprongen hier. En dat is nu, ben ik 21 jaar en dat is nu 11 jaar bijna. Maar ja, is het september? Nee. Augustus ben ik 11 jaar aan de slag op mijn fiets. Ik ben Anne van Duur, ik ben de trainer van Lorenzo van Dorpen. Sinds denk ondertussen een jaar of 10. Karakter. En het rijdt vooral op karakter. En het verschil is, als in het begin gaat alles vlot en op een bepaald moment wordt het alles maar wat moeilijker. Je wordt ook wat ouder, je krijgt andere interesses. En dan is het belangrijk om de focus te blijven houden om verder door te groeien. En sommigen hebben dat karakter en anderen hebben dat niet. Ik ben begonnen op mijn 6-jarige leeftijd. Door mijn tante, die deed dat ook. Ja, dus dat is een beetje een familie eigenlijk dan. We trainen altijd te samen, alleen toch meestal als hij niet naar school moet, tenminste. Anders traint hij de donderdag. En dan train ik met andere mensen samen de vrijdag. Ik krijg heel veel tips van mijn broer, ja. Dat is eigenlijk wel leuk, omdat hij veel beter is dan mij eigenlijk. Ik leer veel uit zijn dingen ook, dus. En als ik iets heb, dan kan ik dat wel vragen aan hem, dus dat is wel nog handig. Je hebt uiteindelijk verschillende niveaus en iedereen tracht op zijn eigen niveau het maximaal eruit te halen. En voor sommigen is dat een stuk basis, voor anderen is het wat meer dan basis. Mijn beste ervaring, mijn allereerste WK. Gewoon die, opeens al die massa van mensen die rond je komen. Echt de atmosfeer die daar gewoon hangt, de spanning. Ik heb Aschaffenburg gedaan in Duitsland. Daarna ben ik naar Zwitserland getrokken, naar Basel. Daarna ben ik getrokken naar Maleisië. En daarna ben ik
naar dit WK in Stuttgart gekomen. Mijn zotste verplaatsing is het WK in Maleisië, vind ik persoonlijk. Gewoon de verplaatsing alleen was al 13 uur vliegen. Heel warm. Andere manieren om te moeten kunstrijden. Na een aantal jaren kennen we elkaar vrij goed. En dat is de Zwitser Yannick Martens. En van de jeugd al spreken we met elkaar. Ga ik soms ook trainingskampen gaan doen bij hem. En omgekeerd komt hij ook eens naar België. Maar hij is ook een stukje beter dan hij. Vroeger was het wel zo, in het begin dat hij meedeed aan die Europese en wereldkampioenschappen, mocht ik niet in de zaal zijn als hij moest rijden. Dus moest ik in de gang gaan staan. Hij zei altijd dat het slechter ging als ik zat te kijken. De concurrenten, ik beschouw ze niet als concurrenten eigenlijk. Dat zijn een soort van familie geworden. Er zit hier heel veel. Ook al zit er af en toe eens een vreemde Charles tussen. Maar dat komt wel in orde dan. Dus ja, die worden vrienden. Op het plein, ja. Vijanden, maar daarna grootste dikke vinden. Mijn WK kun je eigenlijk een beetje vergelijken met een examen dat je zegt van het is wel goed gemaakt, maar dat de punten er niet echt naar waren dat ik verwacht had. Maar uiteindelijk heb ik een mooie positie gehaald en ja, kunnen het er waren.